In Wergea treffen we van de morgen het Friese Kamerlid dat haar op het allerlaatste moment kandidaat stelt om politiek leader te worden. Ja, er werd bekend dat Ronald Plasterk, Diederik Samsom, Martijn van Dam en Nehabat Albayrak een gooi doen willen om Job Cohen op te volgen. Tot op heden vind ik dat ik nog iets toevoeg aan de kandidaten die er staan. Ik kom uit de regio, ik ben echt van de meisken, de achterban, met elkaar een goed programma deel zetten. Ik ben ook heel vaak van gunnen en gegund worden. Dit is een binnen van Jervin. Het Jacobi is zo'n 84 lid van de Partij van de Arbeid. Er zit zo'n 2006 in de Tweede Kamer van de partij. Daarvoor was hij directeur van GGD Friesland. Op het symbolische tijdstip van 4 voor 12, hoe lang het zo op het partijbureau in Amsterdam, de handtekens die nodig binnen voor haar kandidatuur. Ik kom meer dan 100, ver over de 100 handtekeningen aanbieden. De stem, de handtekeningen zijn goedkeurd. Ja, het doogt alle keren. Nou, dan gaan we er nou met zin aan, hè? De 4 kandidaten presenteren haar de komende tijd bij debatten in het Laan. Naast 50.000 partijleden kunnen dan tussen zo'n en 14 maart haar stem uitbrengen. Voor het grote publiek is Jacobi zonder mis de grote onbekende. Al had ze in het noorden wel de stype van een soort meisken. Op vrijdag 16 maart wordt dan bekend waar het beziekje mij de zwalk in de Partij van de Arbeid weer nij elantie aan. Ja, het is een verrassing, maar ik ben er heel blij mee. Want ik ben blij met ieder lid die zijn nek uit durft te steken en niet naar het plafond blijft kijken. Maar zegt, ik vind het belangrijk dat die partij op de poten komt en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik ben natuurlijk al voortzettend als wel bekend in Friesland en het noorden, maar net Nederland breed. Natuurlijk net wiekelijk zien Pauw Witteman. Ik ga even komt eerst Diederik Samsom. U de 12 keer in mijn gebouw. Tuur. Hey, jongen. Maar dat verhoort van nou. De kandidaatstelling van de 56-jarige Jacobi maakt het een soort reacties los. Haagse insiders nemen het een absoluut kansloze missie. De koningin van Friesland, dus ik denk dat ze zich geroepen voelde. Nou, het mag van mij. Maar ik geef mijn geboortegrond niet zomaar op, hè. Ik heb er 17 jaar gewoond in Friesland. Ik voel me daar thuis. Dus ze krijgt nog een flinke dobber aan mij. Verrast het jou ik toch nog dat het zoveel reuring opsmiet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben natuurlijk een beetje outsider. En ik ga er vooral van genieten. En ik hoop een mooie weekend.